Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 25 februari. Bevrijding voor je vijanden. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Romeinen 12, vers 14. Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloekt hen niet. Wanneer je bezig bent met de verwerking van pijn uit het verleden, weten we allemaal dat het goed is om te vergeven, zelfs als het moeilijk is. Maar enkele van ons nemen zelden de volgende stap die God wil dat we nemen. Een veel voorkomende misvatting is dat het enige wat we hoeven te doen is de beslissing te nemen om te vergeven en dat ons werk dan klaar is. Maar Jezus zei ook, zegen hen en bid voor geluk voor diegenen die je vervloeken. Bid voor wie u smadelijk behandelen. Zie Lucas 6, vers 28. Bovendien zegt Romeinen 12, vers 14 dat we diegenen moeten zegenen die ons vervolgen en ons wreed behandelen. We moeten onze vijanden actief zegenen. God roept ons om barmhartigheid te verstrekken aan mensen die het niet verdienen. Waarom? Wanneer je vergeeft, opent het een deur voor God om je te genezen. Maar eerlijk gezegd doet het weinig voor degene die je beledigd heeft. Maar als je hen zegent, vraag je God om hen de waarheid te brengen, zodat ze berouw kunnen tonen en de ware vrijheid die Hij biedt kunnen ervaren. Vergeving bevrijdt jou. Je vijanden zegenen bevrijdt hen. Laten we samen bidden. Heere God, ik dank u dat u mij helpt om in vergeving te wandelen. Maar ik wil daar niet stoppen. Ik vraag u om degenen die mij pijn hebben gedaan te zegenen. Brengt u hen op dezelfde wijze dat u mij genezing bracht, genezing, zodat zij uw goedheid kunnen ervaren en in uw liefde kunnen gaan wandelen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.